ik zou hier het jaar bij jullie afmaken. Maar ik ga toch ietsje eerder weg. Mogen jullie best zeggen. Nee. Jammer. Goedemorgen, groep 4. Ik zou hier het jaar bij jullie afmaken. Maar ik ga toch ietsje eerder weg. Mogen jullie best zeggen. Nee. Jammer. Ik ga naar Hawaii. En laten we even kijken waar dat dan ligt. Hier ligt Nederland. Dan gaan we hem helemaal draaien. Want juf gaat helemaal... Even kijken. Hierheen. Kijk maar hoe klein eilandje dat is. Ik ben Quincy. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Leeuwarden. Hallo. In het Hawaïaans is dat... Aloha. Oh, aloha. Ik ben een derdejaars PABO-student. Ik sta dus voor de klas op dit moment in groep 4. Waarschijnlijk nog één jaartje en dan kan ik aan de slag als juf. Hebben jullie nog meer vragen? Je hebt toch geen huis daar in Hawaii? Nee, ik heb daar geen huis. Ik ga dus bij die mensen logeren waarbij ik kom oppassen. Maar weet je wel wie dat zijn? Nee, ik ga daar aanbellen en dan pas zie ik wie het zijn. Spannend, hè? Ik hoop in ieder geval dat ik het een beetje eens ben met de vorm van opvoeding. Ik hoop ook niet op pubers, want ik ben niet heel erg fan van pubers. Dus ik hoop op een iets jongere leeftijd. I just went shopping yesterday. You should have said something. Come on, son. In Hawaii gaat Quincy aan de slag bij de familie Hampshire met hun vier kinderen. My name is Elizabeth, but I go by Deja, which is my middle name. I'm 35 years old. I am the mommy and the wife of this beautiful family. My name is Antoine. I'm the father and husband of this beautiful family. I'm Zion, I'm 15, I'm the oldest child of this family. I call her mom number two. Hi, I'm Tilman, I'm 14, I'm one of the middles. I'm Antoine and I'm 7 years old and the youngest of us. We have to play outside, but my friends. He's definitely the party animal. This is Zaid. Zaid, can you say hi? Okay, and she is 3. She's very shy. Like, how am I supposed to know we need pancake mix if no one... What? Hot sauce. You didn't tell me we have any more hot sauce? Right. That's my whole point. No, I'm not mad, but I'm just saying, like, I need to know, right? I need to know if I don't have what I need to cook. Mm-hmm. That is my whole point. Mm-hmm. Oh, Tillman. Come here, Tillman. I can't reach it. Come on. So, there's a big age gap because these two are biologically not his. Door het leeftijdsverschil van 12 jaar botsen met name de twee jongens nog wel eens met elkaar. The relationship between him and the younger brother, because it's like a butt-head type of thing. Because he makes a lot of messes all the time. Yeah, him and her, they make the most messes in the house, so we have to clean up after them. They feel they're equal to him. Because when you don't do something versus when he don't do something, your consequences is bigger because you're older, because you know better. They feel like we kind of baby the little ones too much. But yeah, we like to take electronics. They love their phones. I can't love, like, what? So if I take your phone, it's fine. Because y'all take it for no reason. He loves to be outside. So we just have to say, go to your room and that's it, bedtime. And his whole world crashes. Het gezin kan een au pair goed gebruiken, want vader Antoine zit in het leger en moet vaak voor langere tijd op missie. En moeder Deja werkt 5 dagen per week. I haven't eaten breakfast. You haven't? No. Oh, I gotta feed you breakfast. Sorry, I forgot. Ik woon nu net een jaartje op mezelf. Vond ik eerst heel erg moeilijk. Helemaal in mijn eentje te zijn met mijn eigen gedachten. Ik merk dat ik mijn moeder en mijn oma eigenlijk voor alles nog wel bel. Maar in je eentje op Hawaii, dan moet je wel.
Er is natuurlijk ook best wel een groot tijdsverschil, dus ik kan niet altijd even bellen. Mijn moeder wilde ook heel graag dat ik zelfstandig word. Die zegt ook altijd, zoek het zelf maar uit, word je zelfstandig van. Dus ik hoop ook aan haar te kunnen laten zien dat ik als een zelfstandige vrouw terugkom. Oh my god, hoe ga ik hier langs? Ja, ik kan ook niet gelijk hun auto's beschadigen als ik net kom. Ik doe ze één voor één. Oh, ik heb het zo heet. En ik zie al een roze auto. Meisje! Hi! Hi. I'm Deze. Let's cuddle. Hi, I'm Quincy. I'm so nice to meet you. Oh, hello. Thank you. Thank you. Hello. This is Shabazz. Can you come say hi? I'm Quincy. Hi, Antoine. Hi, nice to meet you. Welcome to nice the island. Thank you. Nice to meet you. Babe, you want to be helpful with your stuff? Yeah, I got it. Yeah. Okay. Oh, thank you. Hi. Yeah, come on. Quincy. Huh, Timmy, come help get the bags. Oh, thank you so much. Such a gentleman. Yeah. We're going to take your bags upstairs to your room. Okay. And then Deja should give you a tour. In the All right. Excuse us. We were cooking breakfast, so it's a little bit of, I feel like a mess. Excuse me. I'm cleaning up right now. No, it's okay. There's two little ones missing. I don't know where they are. Two more? Yeah, two more kids. I'm sorry. Yeah, they were playing. Hurry up. You're the one who told me to come get her. Right. Hurry, please. Hello. Can you say hi? Say hi. Say hi. My name's Quincy. I love your hair. Say, I'm Zaid. Hi, Zaid. You're so cute. Hi, Quincy. I'm Zion. Nice to meet you. Nice to meet you too. Her name is Zay, but we call her Mama. Mama. Yeah, that's her nickname. We say, hey, Mommy, that's Mama. That's her nickname. Okay, so I'm gonna show you to your room. Okay. Now, let me tell you, it is not too fancy. That's right. Because we got some stuff coming over here. Amazon takes like 2 weeks. Oh, okay. Yeah, but this is it so far. Oh, it's really nice. Ik ben zo opgelucht en blij. Ik voel me super welkom. Wel pubers, maar ja, als je 10 keer schreeuwt ik wil geen pubers, dan krijg je natuurlijk pubers. Maar tot nu toe kletsen ze lekker, kindjes zijn schattig. En er zit een meisje bij, dus dat vind ik helemaal leuk. Super lieve ouders. Ik heb een eigen kamer, dus ik heb niks te klagen. Do you have a nickname in the chat? Quinn. Quinn? Are you sure? Is that okay? Yeah, sure. Okay, so we're gonna call you Quinn if you're comfortable with that. Yeah, sure. Oh, okay. That's fine. Okay, because it's Quincy? Yeah. Oh, like Quincy. I thought you said Shinshi. So it's Quincy. Quincy. Like Q-U. Yeah. I-N. Like Quincy Jackson, you know? Yeah, Quincy Jones. Oh my gosh, that's easy. Oh, okay. Deja. Yeah. Antoine. Yes. We get to go. I got it. Okay, awesome. Het is wel een beetje spannend natuurlijk. Je moet even je plek vinden. En ga je de hele dag in de woonkamer zitten? Trek je terug je kamer? Ja, je moet echt even kijken hoe dat allemaal loopt. En waar we over gaan kletsen. The neighborhood looks nice. Yes, they are. My neighbors are really nice. The neighborhood is very friendly, very nice. Het is wel spannend, maar ik voel me wel op mijn gemak.